Hallo diva jongens en meisjes, welkom bij de Casa Diva Podcast, nummer 33 alweer. Mijn naam is Agnes en ik ben de eigenaresse van Dutch Wool Diva, een webwinkel in handgeverfde garens en spinwol en nog meer handwerkartikelen. En welkom allemaal, hartstikke leuk dat jullie ook deze week weer een kijkje komen nemen bij mij in de creatieve keuken. Als je nieuw bent hier, dit is een podcast over breien, haken, spinnen, borduren, naaien en ja, je kunt het zo gek niet verzinnen of ik doe het wel. En ook deze week neem ik je weer mee in wat ik zoal gedaan heb. Fijne paas allemaal! Het is vandaag tweede paasdag als jullie dit zitten te kijken. Tenminste, dat is wanneer ik de podcast meestal online zet op maandag. Ik neem dit op zondag op. Dus vandaag voor mij is het eerste paasdag. Ik hoop dat jullie ondanks het koude weer toch nog een beetje genoten hebben van het lange paasweekend. Wij hebben op eerste paasdag lekker lang uitgeslapen. Tenminste, de puber, ik niet. En we hebben uitgebreid geluncht daarna met afbakbroodjes en een gekookt eitje en allerlei lekkers erbij. Dus ja, en wij doen het eigenlijk altijd lekker kalm aan in deze dagen. Ik hoorde trouwens van de week dat er weer sneeuw gaat komen. Man. Dan moet je er niet aan denken nou. Het wordt wel steeds kouder weer. En we hebben natuurlijk een paar mooie dagen gehad. En sneeuw. Wie verzint zoiets nou? Het is echt april. April doet wat hij wil, hè. Laten we hopen dat de kou weer snel verdwijnt. Want ik ben toe aan gewoon mooi weer. Lekker... op het balkonnetje spinnen of breien of haken of whatever. En niet dit. Het wordt tijd dat we weer gewoon lekker naar buiten kunnen. En het voorproefje wat we hebben gehad, dat smaakt natuurlijk niet meer. Hè? Ik heb een beetje het vermoeden dat dit een korte podcast gaat worden. Maar ja goed, dat zeg ik wel vaker. Want ik heb eigenlijk maar aan één project gewerkt deze week. En dat zijn de Sock Madness sokken. En het was flink aanpoten en flink doorbreien deze keer, want ja, deze ronde waren er nog 50 plekken voor 60 personen. Dus, en aan het begin van de week dacht ik nog van, oh, ik heb nog wel even. En, maar gaandeweg de week begonnen het aantal plaatsen zich toch wel op te vullen. Dus ik had zoiets, even doorbreien. En... ja, dat zal natuurlijk waarschijnlijk steeds erger worden, want de langzame breiers die beginnen nu af te vallen. En dan blijf je dus over met alleen maar snelle breiers. Dus, oh, dat wordt nog wat. Goed, ik heb allebei de sokken in ieder geval af. En zoals je ziet zijn ze aan de binnen- en de buitenkant verschillend. Aan de buitenkant heb je het hartjespatroon met... ja, een soort boomwortel, zeg maar. Nou had ik vorige week, volgens mij al één sok af. Ja, ik had vorige week al een sok af. En je raadt het nooit, die heb ik ook weer bij de teen uit moeten halen. Want ook daar had ik een fout in gemaakt. Ik was niet de verlengrondes vergeten, maar ik had ze op de verkeerde plek gedaan. Ik had ze hierin gedaan en ze moesten hierin. Dus ik kon weer een sok uithalen tot hier en moest dit stuk weer opnieuw breien. Nou was ik met sok nummer 2 ongeveer op hetzelfde punt weer. Dus het laatste stukje heb ik met z'n tweeën tegelijk op één rondbreinaald gedaan. Dat noemen ze 2 at a time. Het is niet mijn favoriete manier van sokken breien. Het is te veel gehannes op één naald. Maar omdat ik gewoon zeker wilde zijn dat alle rondes exact hetzelfde waren, heb ik het dus op één rondbreinaald gedaan. Ik heb de sokken gisteren op zaterdag heb ik ze dus afgemaakt. Toen snel foto's genomen en ingestuurd. En gelukkig werden ze goedgekeurd meteen. Dus pjoe! Maar toen ik ze instuurde, was ik volgens mij nummer 35 van de 50. Dus, en inmiddels, vandaag keek ik, was er nog één plek over. En die, ja, nou ja, misschien dat die straks ook al vergeven is. Dus in principe loopt deze ronde nog tot aanstaande woensdag volgens mij. Dus pas daarna komt de volgende ronde. En ik hoop dat daar nou nog een paar dagjes tussen zitten. Zodat ik even een beetje kan bijkomen. Want met het verwoede breien wat ik gedaan heb, heb ik mezelf een beetje zeer gedaan met mijn schouder en mijn nek. En ja, dat is niet zo'n goed teken eigenlijk. Want dan heb ik gewoon de boel overbelast. En ik heb in de afgelopen jaren heel wat keren al een slijmbeursontsteking gehad. En zo voelde het een beetje aan. Zo'n zeurend gevoel. En wat ik natuurlijk niet wil, is dat ik 's ochtends een keertje wakker word en dat ik dan mijn arm niet meer over naar boven kan krijgen. Dus maar eventjes rustig aandoen. Maar dat betekent dus ook dat ik van de andere projecten weer helemaal niks gedaan heb. Hè? Nou ja, wat in het vat zit, dat verzuurt natuurlijk niet. Dus, en de moder die heb is toch een langetermijn project. Wat wel heel leuk is, is dat op Ravelry er steeds meer mensen bij komen die ook een heb gaan breien. Dus dat is wel hartstikke leuk om te zien wat iedereen uitkiest qua kleuren en welk patroon ze gaan gebruiken. En hier en daar begint het bij sommigen toch ook wel te kriebelen om ook een heb te gaan breien. Maar ja goed, het is dan ook een super veelzijdige sjaal. Hè? Ik bedoel, je kunt er alle kanten mee op en er zijn zoveel verschillende patronen toch wel te vinden. Je kunt het zo simpel mogelijk en zo moeilijk mogelijk maken voor jezelf, wat jij wil. En het is geschikt voor breiers en hakers. Want nou ja, zoals je op mijn blog hebt kunnen zien, heb ik ook een aantal haakpatronen gevonden. En in principe iedere driehoeksjaal is een heb. Dus ook voor haaksters zeer geschikt. Dus als je zin hebt om langs te komen bij de Diva groep en je ook aan te sluiten en een heb mee te breien, dan ben je natuurlijk van harte welkom. De Diva groep is sowieso een hele... iedereen wordt met open armen ontvangen. En je krijgt ook... alle nieuwe leden krijgen altijd een virtuele mok voor de koffie en de thee. Geen echte natuurlijk, helaas, maar goed, ze toch wel. En ja, weet je, er is altijd een luisterend oor in de Diva groep. Dus wat dat betreft ben je van harte welkom om je daar aan te sluiten. De stitch-along van Modern Folk Embroidery, ja, die is ook nog net zo ver als de vorige keer. Want ook daar heb ik niks aan gedaan verder. Ik ben echt alleen maar bezig geweest met die sokken. En... dus in plaats daarvan laat ik een foto zien die Neeltje mij gestuurd had. Afgelopen donderdag volgens mij stuurde ze mij een foto van hoe ver zij al was. Die is wel heel ver al, hè? Dat is gewoon prachtig om te zien natuurlijk. Iedere keer als ik de foto's ook op Instagram voorbij zie komen van andere mensen, dan word ik er toch iedere keer weer helemaal blij van. Ik vond de gedigitaliseerde afbeelding natuurlijk al mooi. Ik bedoel, het ziet er wel heel mooi uit. Maar op het moment dat je het dan echt geborduurd ziet worden, en dan komt het helemaal tot leven. En dan spreekt het veel meer. Dus ja, ik vind het een erg mooi project. En mocht ik de volgende ronde van de Sock Madness niet halen, dan heb ik in ieder geval weer een andere prioriteit. En dat is toch de stitch-along van ja, proberen bij te benen. Want ik loop nu inmiddels 1,5 maand achter. Want februari is nog niet af. En aan maart ben ik nog helemaal niet begonnen. Dus er valt nog een hoop in te halen. En ook het spinproject van de vorige keer ligt er nog precies hetzelfde bij. Dus dat... ja, ik heb gewoon naast het breien aan de sokken helemaal niks verder gedaan. Ja, garen zwerven en gewoon werken. Ik bedoel, dat moet ook gebeuren. Dus ik ga wel gewoon door met de vragen van deze week. Want zoals ik vorige keer had gezegd, ga ik iedere week 1 of 2 vragen beantwoorden die mij op het e-mailadres vraag@dutchwooldiva.nl gesteld zijn. En de eerste vraag die ik ga behandelen is van Sandra. En die vroeg aan mij, hoe ben je ooit begonnen met je bedrijfje? En heb je tip voor als andere mensen ook zoiets zouden willen beginnen? Ja, ik ben in 2009 eigenlijk begonnen. En dat kwam omdat ik werd ontslagen bij het bedrijf waar ik al 13 jaar werkte. En dat was vanwege de crisis toen de tijd. Werden heel veel mensen ontslagen. Omdat ja, er kon gewoon, alle bedrijven moesten inkrimpen. En ja, dan gingen ze toch wel kijken van waar kunnen we het meeste snijden in het budget. En ik werkte daar als marketing-communicatiemedewerker bij een groot schoonmaakbedrijf. En ja goed, mijn rol was blijkbaar makkelijk te schrappen, want ik werkte part-time. Op dat moment niet meer fulltime, want ik had al 2 kinderen. Dus ja, nou ja, toen stond ik ineens op straat. En in die tijd was het ook wel lastig om weer een nieuwe baan te vinden natuurlijk. Want ja, die banen lagen gewoon niet voor het oprapen. En in die tijd was ik ook al bezig met breien en spinnen. En ook wolverven deed ik eigenlijk al wel een beetje voor mezelf in ieder geval. Want handgeverfde wol was in die tijd nauwelijks te krijgen in Nederland. Handgeverfde garens, spinwol, dat soort dingen. Dat was eigenlijk, ja, dat moest je in Engeland halen of in Amerika. En dan kostte dat zo ontzettend veel geld om dat te laten verschepen. Dus toen had ik zoiets van, nou, dan ga ik gewoon proberen om voor mezelf te beginnen. In die tijd kon je via de UWV kon je een eigen bedrijf starten. De financiering daarvan, dat moest je natuurlijk zelf doen. Maar ze hadden wel, je kreeg wel een uitkering in de periode dat je zeg maar aan het voorbereiden was. En dat je je bedrijf als het ware klaarmaakte om te starten. En ik had van mijn vorige werkgever een ontslagpremie gekregen. Want omdat ik daar natuurlijk een fulltime functie had, een vast contract, moesten ze me wel iets meegeven. Dus dat geld heb ik toen gebruikt om de zolder te verbouwen tot verfkeuken. En om de eerste grote inkopen te doen. Want ja, je kunt niet maar 10 strenge garen kopen. Je moest dat meteen met 10, 20 kilo doen. En dat was toch best een hele investering in het begin. En de UWV had ook nog wel wat eisen. Want je moest een bedrijfsplan opstellen. En je moest je in laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. En ja, zeker de eerste maanden mocht je ook eigenlijk nog helemaal niks verkopen. Je mocht eigenlijk alleen maar onderzoek doen en voorbereidend werk. En pas na een maand of 3, dacht ik, mocht je ook daadwerkelijk wat gaan verkopen. En dan kreeg je nog ongeveer een half jaar de tijd om zeg maar je eigen salaris te gaan verdienen. En dan daarna kreeg je geen uitkering meer. Dus ja, dus ik heb de eerste maanden, ik ben volgens mij in januari van 2010 ging mijn webwinkel open. En vanaf dat moment ja, ben ik dus eigenlijk bezig geweest met Dutch Wool Diva. En dat doe ik dus nu al 11 jaar. Jeetje, 11 jaar. De tip die ik heb voor anderen is eigenlijk dat je het vooral heel erg serieus moet nemen. Het is niet iets wat je erbij doet of wat je part-time doet of een paar uurtjes in de week. En als je fantasieën hebt dat je er lekker de hele dag bij kunt gaan zitten breien of haken en dat het geld wel binnenkomt, dan moet ik je bubbeltje wel doorprikken, want het is gewoon keihard werken. En voor weinig centen, want alles wat je in het begin verdient, dat gaat linea recta terug de zaak in. Want je moet blijven verkopen of blijven inkopen om te kunnen verkopen. Dus het blijft maar doorgaan. En voordat je een buffer hebt opgebouwd, ja, of je moet een grote zak met geld meenemen, dan is het waarschijnlijk geen probleem. Maar als je begint zoals ik begin, of zoals ik ben begonnen, dan heb je die buffer helemaal niet. Dus dan ben je zo 5 jaar bezig voordat je überhaupt jezelf kunt gaan uitbetalen. En ja, daar moet je wel zin in hebben natuurlijk. En ook 80% van wat we doen is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Het is vooral heel veel administratief werk en zakelijke dingen regelen en klanten helpen. En ja, weet je, wat ik al zei, als je denkt dat je de hele dag kunt gaan zitten breien, dan, sorry, dat lukt echt niet, want je bent alleen maar bezig met je bedrijf. En nou ja, 20% daarvan is verven en dat soort dingen. Dus tenminste, als je dan hetzelfde zou willen doen als ik. Dus het heeft nogal wat voeten in de aarde om een bedrijf neer te zetten. Ik heb in de afgelopen 11 jaar heb ik heel veel indie dyers erbij zien komen. En ik heb er ook heel veel weer weg zien gaan. En ik geloof dat het aantal indie dyers wat ongeveer net zo lang als ik besta, dat is op 1 hand te tellen. Dus je moet gewoon een lange adem hebben en je moet het echt serieus nemen. Want het is uiteindelijk ook niet een heel grote vijver waarin je vist. Maar als je bereid bent om dus keihard te werken in het begin voor eigenlijk niks. Ja, dan zou ik zeggen, vooral doen. Ja, vooral doen. Maar achteraf denk ik wel eens, nee, dat zeg ik wel. Maar het was makkelijker geweest, denk ik, om een poosje werkeloos te zijn en dan maar weer een baantje te zoeken. Want je hebt veel meer zekerheden. Ik bouw geen pensioen op, want daarvoor verdien ik gewoon niet genoeg. Ik heb geen verzekering als in een ongevallenverzekering. Dat soort dingen, dat is voor een kleine ondernemer is gewoon hartstikke duur. Kijk, als jij een partner hebt die gewoon een dik inkomen heeft, dan zeg ik, ja, wat let je. Maar dat heb ik dus niet. Niet meer in ieder geval. Dus ik zeg, als het echt je levensdroom is, moet je het gewoon doen. Maar als je twijfelt en als je nog niet zeker van bent, dan zou ik gewoon lekker gewoon voor jezelf blijven verven of dingetjes doen. Want dat is veel leuker dan een eigen bedrijf beginnen. Alleen al als je 9 weken moet wachten op je garens en de stress die het oplevert, dat is het niet waard hoor. Maar goed, nee, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Maar ja, wat ik al zeg, je moet het echt serieus nemen. Het is gewoon een bedrijf. Het is gewoon een bedrijf wat je opzet. En het romantische beeld wat heel veel mensen erbij hebben, dat is er niet. Het is gewoon een bedrijf en je moet keihard werken. Dus, nou, goed. Voordat ik iedereen afschrik en dat ze nooit weer voor zichzelf willen gaan beginnen. Ik zou het toch nog steeds niet willen ruilen. Dus wat dat betreft. Vraag 2. Die komt van Cindy Engels. En die vraagt, is de wol die jij spint hetzelfde als we steeds voorbij zien komen van Spincycle Yarns? Dat komt uit Amerika. En Andrea Mowry, dat is een ontwerpster, die breidt daar heel veel mee. En ik kan me voorstellen dat je dat denkt. Want op zich, als je de Spincycle Yarns, en ik zal hier een voorbeeldje laten zien. Als je die ziet, dan lijkt het gewoon heel erg op handgesponnen garens. Maar het is gewoon in een spinnerij gesponnen. Dus machinaal en niet met de hand. En de reden dat het er wel een beetje zo uitziet is omdat de volgorde van spinnen anders is. Normaal gesproken wordt in een spinnerij gewoon witte wol gesponnen en daarna geverfd. Waardoor je dus ook egale kleuren krijgt. De Spincycle Yarns, die hebben natuurlijk, ja, dat kun je heel goed zien, hè, dat de kleuren langs elkaar heen lopen. En dat doen ze dus door de wol van tevoren te verven, voordat het gesponnen wordt. Maar het wordt nog steeds met de machine gesponnen. En omdat het dus niet zo gemengd is, ziet het er dus uit als handgesponnen wol. En het proces wordt natuurlijk op kleine schaal gedaan. Tenminste, wat ik van begrepen heb van Spincycle Yarns, is het maar een kleine spinnerij die dat doet. En in verhouding wordt dan de wol natuurlijk veel duurder, doordat het proces ook langer duurt. En daarom is het garen ook een stuk duurder dan garens die op grote schaal geproduceerd worden. Maar de Spincycle Yarns zijn dus niet handgesponnen. Maar ze hebben dat uiterlijk dus omdat eerst de wol geverfd wordt en daarna het de spinnerij ingaat. Maar het is dus gewoon machinaal gesponnen. Wel wat dikker volgens mij. Ze hebben wel heel goed gekeken naar wat er het dichtste bij komt. Het is ook niet helemaal egaal, dacht ik. Maar als je dit door een spinner zou willen doen, dan zou het graag niet te betalen zijn. Echt niet. Want als ik kijk hoe lang ik bezig ben met 100 gram. Nou, en ik moet daar nog een beetje een uurtarief voor vragen. Dan wordt zo'n streng garen, gaat echt 3 keer over de kop. Dus, want je moet het eerst verven, daarna moet het gesponnen worden en dan moet het nog getwijnd worden. Dus je bent zo lang bezig met zo'n draad dat het, een streng garen wordt dan inmiddels €80 of zo. Of misschien wel meer. En nou weet ik niet precies, volgens mij die Spincycle Yarns die zijn ook niet heel goedkoop hoor. Maar goed, dat is dus omdat het ook het proces wat zij gebruiken toch anders is dan de grote spinnerijen. En omdat ze dus veel meer stappen van tevoren doen. Goed, dat waren de vragen van deze week. Heb jij nou ook een vraag? Stel die dan gewoon op, per mail aan me op vraag@dutchwooldiva.nl. Komt hieronder even in beeld staan. En dan neem ik het mee in de volgende podcast. En dan heb ik nog de shop-updates van deze week. Als deze podcast dus uitkomt, is het maandag, de eerste maandag van de maand. En dat betekent dus dat er ook weer een nieuwe garenset van de maand uitkomt. En die heb ik hier. Dit is de grote streng. Dit is Tiger Lily. En daarbij heb ik een mini uitgekozen in de kleur Burn Baby Burn. Ik hoop dat jullie dat kunnen zien zo. En die donkerbruine kleur van de Burn Baby Burn, die past natuurlijk hartstikke goed bij de donkerbruine vlekjes die hierin zitten. En ik moet zeggen, ik vind hem weer heel erg leuk geworden. Maar ja, dat vind ik zo langzamerhand met alle garen sets wel. Maar hij deed me echt, op het moment dat ik hem aan het verven was, ik denk dat zijn van die lelies, Tiger Lilies. Dus ja, met een beetje dat gelige van de stuifmeel en die bruine vlekjes. En dan daarbij een donkerbruine mini. Voor de tenen of de hielen of een streepje, wat jij wil. Het is geverfd op de Diva Sock Star. Dat is 75% Superwash Merino en 25% nylon. Dus het is super slijtvast en het is dus heel goed te gebruiken voor sokken. Maar omdat het toch heel zacht is, kun je het ook prima gebruiken in sjaals. Deze sjaal, daar zit ook van deze wol in en het is gewoon heerlijk zacht. Dus zowel voor sjaals als voor sokken goed te gebruiken. En ik zeg dat er even bij, want ik heb voorheen natuurlijk het een sokkenset genoemd. Maar omdat ja, ik dus leveringsproblemen had, had ik niet allemaal voldoende sokkengarens. Maar wel andere garens waar ik een set mee kon maken. En eigenlijk vind ik dat ook wel leuker, want dat geeft me ook wel iets meer mogelijkheden. Want sommige garens zijn gewoon niet geschikt om sokken mee te breien. Maar zijn wel heel leuk om in een garenset te verwerken. Dus vandaar dat het een garenset is geworden en niet meer een sokkenset. Dus, maar je krijgt natuurlijk wel nog steeds die mini erbij. Hè? Maar die kun je ook leuk in een sjaal verwerken. Dus de Tiger Lily en Burn Baby Burn. Hiervan heb ik, die komen straks ook in de shop als gewoon grote streng. Dus, en dat is al een bestaande kleur. Deze is helemaal nieuw. En die is dus alleen deze maand te krijgen. In combinatie met de mini. Dan heb ik nog een aantal spinwolletjes toegevoegd in de shop. Dat zijn allemaal spindosissen van vorig jaar. Die nu in de shop komen. En even kijken hoor, dit is de spindosis van november vorig jaar. En dat is de Poinsettia. 100% Polward wol. En ja, dat is, we gingen natuurlijk een beetje richting kerst, hè. Dus kerstster, poinsettia, dat is een kerstster. Dus, hiervan heb ik er 3 op dit moment in de shop staan. Dus die is nu te krijgen. Dan heb ik nog de Diva Dosis van december. Dat is deze. En dat is 100% Rambouillet wol. Dat noemen ze ook wel Franse merino. En deze heet Ice and Fire. En dat zijn dus die blauwtinten, watertinten, ja eigenlijk ijstinten met vlekjes. Oranje, geel. En dat moet natuurlijk de fire dan voorstellen. Dus Ice and Fire. Een Rambouillet. Dit was de Diva Dosis van december. Ja, ook hiervan heb ik er 3 in de shop staan op dit moment. En dan moet ik even kijken of de zon me niet nu in de weg gaat zitten. Oké, die gaat alweer weg. Want het wordt anders heel rood hier ineens. En dan heb ik ook nog Diva Dosissen van dit jaar die ik nog helemaal niet heb laten zien. Dus die heb ik er ook maar even bij gepakt. Want dat vind ik toch wel leuk om eventjes te laten zien. Zodat mensen ook een idee krijgen van wat zit er nou eigenlijk in die Diva Dosis. Want de Diva Dosis is natuurlijk een verrassingspakket of een verrassingsclub eigenlijk. Je weet dus van tevoren niet welke wol en welke kleuren je toegestuurd krijgt. Dus om je nou een beetje een inkijkje te geven in wat er zoal bij zit, laat ik die dus zien. Even kijken, de allereerste, dat is de Diva Dosis van januari van dit jaar. Dat is deze. Dat is de Belladonna. En deze is geverfd op... moet ik heel even denken. Dit is Superwash Merino. Superwash Merino. En Superwash Merino kun je dus niet filteren. Dus als je het wil gebruiken om te filteren, dan lukt dat met deze dus niet. Nou zeg ik altijd, alles valt te filteren. Als je het maar lang genoeg mishandelt. Maar goed. Maar je zou hier dus inderdaad iets van kunnen breien. En als dat dan per ongeluk een keer in de wasmachine komt, dan gebeurt er niet zo heel veel. Laat ik het zo zeggen. Je moet het niet iedere week gaan wassen. Dat vindt ook de Superwash Merino niet fijn. Dus de Belladonna. Dat was januari. En dan februari. Dat is deze. Dit was even het kaarsje erbij. Polward, 100% Polward. En de kleurstelling heet Azafran. En Azafran is eigenlijk... was het Spaans of Italiaans voor krokus? Betekent in ieder geval krokus. Nou, lente. Azafran dus. De 100% Polward is dit. En dit was de Diva Dosis van februari. En de Diva Dosis van deze maand, of eigenlijk van de afgelopen maand, dat is van maand maart, dat is deze. En dit is Lavande Papillon. En dat is een soort lavendel. Vlinderlavendel. En dat zijn lavendelbloemetjes met een soort vleugeltjes bovenop de top. Hartstikke leuk om te zien. En die heb je ook in verschillende kleuren. En daar heb ik deze naar vernoemd. Lavande Papillon. Dat is Frans dus. Ik moet toch ergens mijn Frans een beetje oppoetsen, hè? En dit is 100% BFL, Blueface Leicester. Dat is een Engels schapenras. Die heeft een wat langere stapellengte, dus de haren zijn wat langer. Maar nog steeds heel erg zacht en ook heel erg populair onder spinners, want het spint geweldig. Blueface Leicester. Super fijn wolletje ook. Deze liggen dus nog niet in de shop. En die komen dus even kijken, januari. Die komt volgende maand dus in de shop te staan. Deze maand in de shop te staan, bedenk ik me nu eens. Want de club spinwolletjes die zijn 3 maanden exclusief. En daarna komen ze, als er nog over is, komt het in de shop te staan. Dus deze komt er ook aan. Daar heb ik er op dit moment, moet ik even gluren hoeveel ik daarvan heb. Heb ik er ook 3 van. Dus deze komt er ook nog aan. Die moet ik alleen nog op de foto zetten en dan komt die ook op de website. De Belladonna. Diva Dosis van januari. Deze komt dan volgende maand in de shop te staan. En deze dus de maand daarop pas weer. Want als je de Diva Dosis bestelt, dan is het dus de eerste 3 maanden exclusief voor clubleden. Ik verf altijd extra. Als je dus extra wil hebben en je bent lid of je hebt een clubwolletje ontvangen en je wil er graag meer hebben, dan kan dat dus. Ik heb altijd op voorraad. Een stuk of 4, 5 heb ik er op voorraad. Dus dan kun je altijd bijbestellen. Maar wat er overblijft gaat dus daarna, na 3 maanden, gaat het de shop in. En dan kan het eventueel ook, als er heel erg populaire wolletjes tussen zitten, zou het nog verder geverfd kunnen worden op welke wol dan ook. De verfrecepten zijn in principe toe te passen op alle wolletjes. Het resultaat daarvan kan af en toe verschillen, omdat sommige wol de kleuren anders oppakt dan de wol waar het in eerste instantie op geverfd zou zijn. Want BFL pakt de kleuren dus anders op als bijvoorbeeld een merino. En zeker een Superwash Merino, dat pakt weer de kleur heel anders op. Maar de verfrecepten zijn gewoon, die heb ik gewoon liggen, dus het kan gewoon geverfd worden. Ja, je kunt je dan dus inschrijven bij de Diva Dosis Club voor 1, 2 of 3 maanden. En de verzendkosten zitten daarbij in. Dus je betaalt daarna niet nog eens een keertje verzendkosten. Als je meer producten bestelt, dan worden die dus ook pas verzonden op het moment dat het clubwolletje verzonden wordt. En die wordt meestal aan het eind van de maand pas verzonden. Dus als je dat eerder nodig hebt, dan moet je dat natuurlijk apart bestellen. Maar je kan dus gewoon extra producten erbij bestellen. Maar dan moet je dus wachten totdat het wolletje uitkomt, want eerder wordt het niet verzonden. Dat was het weer voor vandaag. Alle gegevens en linkjes van deze podcast die vind je natuurlijk straks op mijn blog terug. En de link naar mijn blog die vind je straks hieronder. Geef even een duimpje omhoog als je het leuk vond om te kijken weer. En als je nog niet geabonneerd bent, klik dan even op de abonneerknop. Ik hoop dat ik het nou goed heb. Volgens mij is die kant. Het is iedere week hetzelfde. Hier is de abonneerknop, hieronder. En dan wens ik jullie nog een hele fijne ochtend, middag of avond, wanneer je ook maar zit te kijken. En tot volgende week maar weer. Doei!